Hallo kijkers van dit kanaal. Mijn naam is natuurlijk Jochem. En tof dat jullie allemaal weer kijken naar Lego for Life. Vandaag weer een nieuwe Lego Room update. En vandaag gaan we weer verder met het Mica Tape. Dit is deel 2. Vorige week was de eerste video van het Mica Tape. En dit is de tweede video. Vandaag gaan we werken aan het bord. Dus dat Lego for Life bord. En we gaan nog tape gebruiken om de hele kamer te versieren. Dus dat wordt best wel vet. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ga ik nu de camera omdraaien. En dan gaan we beginnen met dat Lego bord. Oké, hier hebben we dan het Lego for Life bord. Ik kan misschien beter gewoon even meer uitzoomen. Kijk, normaal bij een review hou ik hem gewoon zo. Omdat je dan gewoon een mooie witte achtergrond hebt. Maar nu zijn we toch aan het klooien. Dus dan maakt die streep daar zo niet zo heel veel uit. Laten we eens even de batterijen erin doen. Het is een beetje kloten, want aan deze kant... Oh, ik doe er gewoon nooit een schroef in. Volgens mij valt hij er daarom steeds uit. Of hij is stuk of zo. In ieder geval, ze vallen er heel snel uit. Maar laat ik even de batterij erin doen. Dat kan zo natuurlijk niet. Laat ik het even zo doen. Dan de derde erin. Oké, top. En dan die, als het goed is, doet hij het gewoon andersom. Zo. Als het goed is, gaat hij gewoon aan. En anders hebben we even andere batterijen nodig. Ja, oké, top. Hij doet het in ieder geval. Volgens mij is hij wel bijna leeg, want het licht is best wel, ja, niet fel. Maar ik zet het voor nu weer even uit. Ik heb nog geen idee wat ik eigenlijk bij deze wil doen. We hebben nog die groene hier zo. We zouden misschien hier zo boven en hier zo langs een blauwe rand kunnen doen. En dan hier zo voor een groene. Zou dat misschien grappig zijn? Misschien wel, laten we even kijken. Oké, hier hebben we dan het groene tape. Ik hoop dat wij, zouden we er hier vier mee kunnen doen. Ja, dit is wel grappig. Even kijken, want hoe lang, dan is hij zo lang, dat zijn. Want hij is in totaal 37 noppies. En dan, oh, dat gaat hem denk ik niet worden. Oh, hij redt het als het goed is net aan. Dus ik ga ze nu gewoon knippen. En dan gaan we gewoon kijken hoe ver we komen. We moeten er dus vier hebben, want we moeten er hier eentje, daar eentje, daar eentje, daar eentje. Dus ja, ik ga even kijken. Oké, dit is eentje hier zo. Dit is nummer 2. Nice. Dit is nummer 3. En dit is dan nummer 4. En dan hebben we nog dit stukje over. Oké, dit kunnen we dan dus ervoor op doen. Dan ga ik ze eerst even allemaal losmaken. Ik heb een telfout gemaakt. Wat? Ik dacht dat die 27 was. Hoe heb ik een telfout gemaakt? Wat is dit? Oh ja, dit is helemaal kloten. Dan gaat hij niet passen. Kak! Ik heb blijkbaar een tel. Hoe dan? Oh, ik had het ook gewoon kunnen zien. Want hier zie je dat hij veel korter is. Wat kut dit? Oh, nee. Dat is helemaal fucked up. We kunnen hem wel zo doen. Dat we hier zo blauwe doen. En dat we hier gewoon groene doen. Nou, dan moeten we dat maar denk ik doen. Hoe kan ik een tel... Wat? Oké, dat is helemaal fucked up. Nou ja, dan doen we hier zo. Want deze kan dus wel. Want dan moeten we eigenlijk deze even laten doen. Dan doen we eerst wat die daarvoor. Hoe de heck heb ik een telfa? Ja, ik ben echt dom. Ja, ik dacht dus dan om daarvoor moeten we dan maar blauwe doen. Dus ja, dan ga ik dit maar weer opnieuw tellen. Wat? Ik dacht dat 27 studs waren en blijkbaar dus niet. Oké. Ah, hij was 37. Hij was niet 27. Oeps, hij is dus 37. Oké. Nou ja, dan hebben we hier de eerste. Dan hebben we hier de tweede. Dan hebben we hier de derde. En dan hebben we hier de vierde, oftewel de laatste. Oké, beter heb ik ze nu wel goed gedaan. Ik neem aan van wel. Ja, oké, top. Dan kan ik nu deze los gaan maken. Yes. Oké, deze is los. Nice. Laten we deze dan even opplakken. Ik denk dat ik hem gewoon zo doe of zo. Dat gaat niet zo heel goed. Misschien moet ik ook maar eerst deze even goed zetten. Zo. Zo. Ja, top. Oké, nice. Deze zit. Oké, dat zit er best wel goed op. Zoiets, denk ik. Ja, perfect. Perfecto. Oké, nice. Dat is dit dan. Oh, de batterijen vallen er wel weer uit. Oeps.
Misschien moet ik daar even een plakbandje op doen. Maar dat zijn dan deze randjes. Oké, best wel vet. Nu staat er dus Lego for Life. Je kan ze nog steeds gewoon verplaatsen. Oké, dat is nice. Dus die moet ik dan uiteindelijk nog even goed in het midden zetten. Dus hier staat nu Lego for Life. En dan wil ik dus nog op de zijkant eigenlijk deze groene gaan doen. Dus dan moeten we even kijken. Ik denk dat ik hem even zo neerleg. En dat we hem dan... Oh, dit past ook echt perfect. Oké. Ik denk dat ik hem gewoon op de rand doe. Dus op het blauw ook. Zo denk ik dan. En dan dit zo op elkaar. Oké, nice. Ik weet niet of het er mooi uitziet. Ziet het er mooi uit? Ah ja, vanaf daar. Ja, oké. Kijk, dan bedoel ik zeg maar dit hier zo. Of dit er een beetje mooi uitziet. Dat ziet wel leuk uit. Oké, nice. Dan kunnen we de andere kant nu ook meteen doen. Want die zijn toch even lang. Even kijken. Ik denk zoiets. Ja, oké, nice. Episch. Oké, die zit er dan ook op. En dan moeten we er alleen nog even eentje aan de bovenkant doen. Dus dan kunnen we het beste eerst gewoon zo eentje doen. Zo, denk ik. En dan op het einde nog eventjes eentje eraan. En dan ziet hij er dus uiteindelijk zo uit. Oké. Oh, er moet trouwens ook nog iets op eigenlijk. Ik heb nog deze van de Unikitties van net. We zouden deze misschien... hier zo of zo op de hoek kunnen doen. Is dat grappig? I don't know. Maar ja, omdat dit dus natuurlijk allemaal tape is, kan je er dus allemaal shit op doen, wat wel leuk is. En dan ziet hij er uiteindelijk dus zo uit. Laat ik er nog even batterijen in doen. En dan is dit hem uiteindelijk. Laat ik hem even aanzetten. Episch! Zo, best wel vet. Het bord dus, laat ik hem even in de Lego kamer gaan zetten. En er kan natuurlijk altijd nog meer Lego op. Dat is het leuke van dit tape. Je kan er echt letterlijk alles op zetten. Ja, voor nu is er eigenlijk nog niet echt goed plek. Maar hij zou uiteindelijk natuurlijk ergens kunnen staan. We kunnen hem zelfs ophangen, want er zit een gat in. Maar ik denk dat ik hem voor nu eventjes hier zo opzet. Of zo. Oké, leuk. Het bord hebben wij nu dus ook gemaakt. En we kunnen er dus... zoals ik net ook al zei, letterlijk alles opzetten. Dus we kunnen er ook een space poppetje opzetten of zo. I don't know, wat je wilt. We kunnen alles erop plaatsen. Hey, helemaal leuk. Oké, nu we de klok gehad hebben en het bord gehad hebben, kunnen we de kamer nog even versieren met wat tape. We hebben dit nog over. Nog 3 rode, 1 blauwe en 1 roze. En nog wat van het blauwe en nog wat van het groene. Dus ik zat er zelf aan te denken om een randje om het bureau heen te doen. Dat leek me wel leuk. We hebben ook nog wat zwarte tape over, maar dat is denk ik te weinig. Dus ik denk dat ik het gewoon lekker met rood ga doen. Ik denk dat dat wel leuk is. Zo hier, zo boven, zo een randje met rood tape. Ik denk dat dat wel grappig is. Dus ik ga even een schaar pakken. Oké, laat ik hem als eerst maar even openmaken. Ik heb de camera maar even daar neergezet. Even kijken hoor. Oké, dan hebben we hier nog wat rode tape. Het leek mij dus leuk om hier zo een randje langs te laten gaan. Ja, ik denk in principe wel dat dat leuk is. Ja, nu ik het zo echt zie, dan denk ik wel echt dat het echt leuk gaat zijn. Laat ik alleen even kijken tot hoe lang hij dan moet. Dan zou die dus ongeveer zo komen. Ik denk dat ik hem beter gewoon helemaal los kan maken. En dat ik dan maar gewoon afknip waar die uiteindelijk komt dus. Dus ik ga hem eventjes helemaal losmaken. Zo. Oké, nice. En dan gewoon maar steeds eraf scheuren. Dus tot en met hier. En dan moet ik hem weer verder scheuren. Hier zo. Zo. Oké, top. Oh, die zit iets te laag. Zo, oké, vet. Hier zit nu een hele strip. En dan ga ik denk ook nog gewoon maar hier zo aan de zijkant van het bureau ook gewoon maar doen. Ook al zie je dat niet zo veel, ik denk wel dat het leuker is als we dat wel eventjes doen. En misschien dat ik er hier ook nog wel eentje doe. Dat is misschien ook nog wel grappig. We kunnen misschien ook wel eerst even deze doen. Is dat leuk? Ja, in principe, het is wel leuk. Laten we die anders eerst eventjes doen. Ik heb de camera weer even iets laag gezet, hallo. Laten we eventjes verder hier zo gaan. Dan doen we wel eerst even deze strip. Even kijken, deze doen we dan hier zo op. En dan gaan we gewoon weer naar beneden. En dan moet ik hem weer lekker langs de rand doen, denk ik. Ik denk dat dat wel mooi is. Oké, top.
Dan zit die er ook op. Dan ga ik hem nog eventjes snel een beetje aandrukken. Oké, nice. Alleen hierboven zit hij een beetje schuin. Maar dat kan. Oké, vet. Die zit er dan ook op. En dan ziet het er nu dus zo uit. Ik moet wel even focussen. Kijk, zo ziet het er dus uit. Je hebt nu dus zomaar zo'n rand hier zo langs het bureau. Wat dus best wel vet is. En dan hier is er nog eentje naar beneden. En dan ga ik er denk ik dus ook nog even eentje hier zo langs doen. Helemaal tot en met daar. Ik denk dat dat wel vet is. Alleen daar zit hij volgens mij ja, tegen dat ding aan. Dus daar moet ik hem dan maar gewoon stoppen. Laat ik deze dan ook nog even doen. Deze kan ik helaas alleen niet goed filmen. Omdat dit zo helemaal dicht zit. Dus deze ga ik nu even doen. En dan zie ik jullie zo meteen weer terug. Oké, zoals jullie kunnen zien. De strip zit er. Wat dus best wel vet is. Dus dat is best wel cool. Ik denk dat ik... Die kan ik nog wel opmaken. Maar ik denk dat ik deze ga bewaren. Want we willen waarschijnlijk hieronder nog een plank doen. En dan zou ik dus met deze rode nog even langs die plank nog even eentje kunnen doen. Dus ik denk dat ik deze dan bewaar. Of deze misschien. Want misschien is dit wel al lang genoeg. Ja, ik heb hem net even gemeten. Hij is lang genoeg. Dus ik denk dat ik deze gewoon bewaar. Dan kunnen we die nog even gebruiken. En we kunnen die blauwe ook nog gebruiken. En die roze misschien ook nog. Voor hier zo bij Friends of iets. Dus ja, ik ga nog even wat bedenken. Oh, misschien is het nog wel vet om langs de deur eentje te doen. En dan misschien niet per se op de deur. Maar echt meer op die zijkant daar zo. En dan moet ik wel even kijken. Want we hebben dan dus die blauwe nog over. Oh ja, en die rode kunnen we ook nog gebruiken. Dus we kunnen kiezen. Ik zat al te denken om het op de planken te doen. Maar daar hebben we waarschijnlijk te weinig voor. Dus ik denk dat we maar even bij die deur gaan kijken. Ik wil sowieso nog even iets op de kast doen. Dat als de deur er tegenaan komt, dat hij dan terugstoot, zeg maar. En dat kan volgens mij wel met dit. Dus ik ga even kijken. Ik moet er wel even langs, want het is wel echt een troep hier zo. Oké, laten we dan als eerste even deze weer openmaken. Ik hoop dat jullie het nu goed kunnen zien trouwens. Want ja, ik heb niet echt ruimte om mijn camera neer te zetten of om mijn statief neer te zetten. Dus ik moet het maar even zo doen. Oké, dan is deze open. Dan hebben we hier nog wat blauwe tape. Best wel vet. Zo, we hebben er vandaag echt heel veel tape doorheen gebeukt. Laten we even kijken of hij hier zo dan kan. Oké, top. Dan gaat hij helemaal tot en met hier. Nice. Vet, vet, vet. We kunnen er wel even een klein stukje van af knippen. En die dan op de kast doen, zodat hij terugstuiten. Dat is misschien nog wel even nice om te doen. Oké, dan hebben we deze. Ga ik even kijken tot hoe ver de deur komt. Kom tot... Oh, tot hier. Dan heb ik eigenlijk een veel te groot stukje gedaan. Maar we kunnen hem even zo doen. Zo op de kast. En dan als het goed is... Ja! Hey, dit is episch. Dan bounce die gewoon terug. Dat is wel chill. Oké, en dan zit hier dus die blauwe strip. Helemaal vanaf onder gaat hij hier zo helemaal naar boven. Dus dat is best wel vet. Dat ziet er natuurlijk ook gewoon weer leuk uit. Vooral van ver geeft dat toch een leuke sfeer van Lego. Dus dat vind ik wel fijn. We hebben nog eentje over. De rode, deze. Dus die kunnen we eigenlijk nog wel even ergens gaan gebruiken, denk ik. Of we bewaren deze gewoon voor later. Ik heb nog meer tape. Ik heb ook nog grijs en zwart. Maar dat zit al op de muur. Maar dat kan ik ook nog gebruiken. Maar ik weet ook nog niet waar ik dat ga doen. Ik dacht er misschien aan om hier zo nog een grijze rand te doen. En dan de weg is weg er tegenaan te zetten. Misschien is dat nog wel nice voor later. Maar ik denk dat we het hier even bij laten. Dus we hebben nog wat rood over. Daar zo. We hebben nog wat roze over. Vandaag hebben wij hier zo dus een mooie rode streep gedaan. En hier zo naar beneden. En daar zo aan de zijkant. Wat dus best wel vet is. We hebben natuurlijk dat mooie bord gemaakt. Ook best wel grappig. En dan hebben we vandaag natuurlijk nog die strip daar zo gedaan. Wat dus best wel vet is. Hey, best wel geslaagd dus. Nou ja mensen, dat was dan alweer deze Lego Room update. Ik hoop dat jij hem leuk vond. Hij is volgens mij best wel lang. Dus dat is best wel nice. Vandaag hebben we dus het bord, het Lego for Life bord gemaakt. En we hebben nog tape door de kamer gebruikt om het te versieren. Ik vond het zoals altijd weer leuk. Ik hoop jou ook. En dan kun je deze video natuurlijk belonen met een lekker blauw duimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. Check nog eventjes mijn main YouTube kanaal. Linkje staat in de beschrijving. Daar laat ik ook nog best wel
ja, wat dingen zien van de Lego kamer, aangezien ik daarop vlog. En ik laat ook best wel vaak dingen zien in de Lego kamer die nieuw zijn. Dus dan wil je het net even iets eerder weten, moet je daar eventjes kijken. Check natuurlijk nog eventjes mijn Lego Instagram, linkje staat ook in de beschrijving. En check nog eventjes de Dutch Lego Community, alle linkjes staan ook in de beschrijving. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later mensen.